Het is belangrijk dat jongeren gaan stemmen, want dit draagt bij aan een stem hebben bij het maken van jeugdbeleid. Dit zei minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, bij het start zijn voor de eerste historische digitale verkiezing in Suriname op het terrein van het Lyceum 1. De eerste historische digitale verkiezing in Suriname is een feit. Het voormalig jeugdparlement onderging in maart van dit jaar een transformatie en heet nu de Jeugdraad Suriname. McAndrew wil dat jongeren zich bewust zijn van de veranderingen die teweeggebracht kunnen worden door hun participatie. Met een kostenvermindering van 95% in vergelijking met voorgaande jeugdverkiezingen heeft het ministerie geprobeerd om jongeren tegemoet te komen en tegelijkertijd rekening te houden met kostenbesparing. Omdat het toch wel van belang is dat jongeren zich laten vertegenwoordigen in de Jeugdraad Suriname, zodat ze hun issues en zaken die ze hun bezighouden naar voren kunnen brengen. Waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut, NJI, Mitesh Bagu, vindt dat de jeugdraad zeker als belangrijk deel gezien mag worden bij het maken van jeugdbeleid. Jongeren moeten vertegenwoordigd zijn om bij te kunnen dragen aan het maken van beter jeugdbeleid, meent Bagu. Jongerenparticipatie is zeker belangrijk, omdat we moeten weten dat in elke samenleving die samenleving een van de pijlers zijn, de jongeren. De jongeren zijn andersdenkend, oplossingsgericht, ze zijn innovatief. We hebben heel veel jongeren met talenten. En ik denk dat de mening van jongeren ten aanzien van bepaalde standpunten in Suriname zeker van belang is. En zeker mening op bestuurlijk niveau. Met een jeugdraad geef je de jongeren een orgaan waarbij ze op bestuurlijk niveau hun mening kunnen uiten. Maar daarnaast dat ze ook trekkers kunnen zijn dat voor dat stukje jongerenparticipatie tot in resortniveau. Zij moeten ervoor zorgen dat jongeren zichzelf gaan organiseren in hun districten. En samen met die organisatie van jongeren projecten gaan uitvoeren ten behoeve van die districten, van die resorten. En samen daarmee dan de ontwikkeling van Suriname te brengen. De tentatieve verkiezingsuitslag wordt vanavond bekendgemaakt omstreeks 8 uur.